Een paar dagen terug was ik naar de bioscoop voor de film The Fall Guy met Ryan Gosling, die we kennen van 2023's Barbie. En met Emily Blunt, die we kennen van 2023's Oppenheimer. En die twee bundelen hun krachten in deze film. Ik was eigenlijk heel benieuwd naar de film. Ik dacht, die wordt echt wel goed. Maar ik ging toch een beetje teleurgesteld de bioscoop uit. Dit is mijn review van de film The Fall Guy. Het gedichtje wat ik over deze film heb geschreven is: ik weet niet hoezeer actie je ligt. Bij deze film is het ieder voor zich. De een vindt het meh, de ander denkt yeah. Ik vond het extreem middelmatig. In deze film vond ik gewoon niet dat er echt superveel bovenuit sprong. Ik vond niet per se dat Aaron Taylor Johnson's rol in de film echt heel veel toevoegde. Hij deed niet bijzonder goed. Ik vind Ryan Gosling ook niet per se een acteur waarvan je denkt van wow, hij acteert echt super goed. Hij is gewoon zijn karakter. En Emily Blunt vond ik ook uiteindelijk best wel tegenvallen in de film. In de film hebben de producer van de film, die gespeeld wordt door Emily Blunt, en de stunt guy, die gespeeld wordt door Ryan Gosling, eerst een soort affaire gehad. En nou, maanden later komen ze elkaar weer tegen bij het werken aan één film van de producer, zeg maar. En dan komt die affaire weer een beetje boven en merk je de spanningen tussen die twee karakters. Anyone but him. I didn't approve him. You know that. You are literally the last person on earth I want to see. Het beste aan deze film, hetgene wat deze film echt goed doet, is natuurlijk de actiescènes, de stuntscènes, zoals de scène waarin die gast in de fik wordt gezet. We're gonna set this man on fire. We're a stunt guy. We need to keep it super professional. De dialoog tussen de karakters die voelde wat mij betreft vaak net een beetje te geforceerd, dat ik ernaar kijk en denk: wie praat nou exact op die manier? Really? Yeah. Holster there. Yeah, it's holstered. It's done. Forget. You never saw it. En het plot van de film wordt gedreven doordat de stuntman nog steeds verliefd is op de producer. De film van de producer raakt in gevaar doordat de hoofdrolspeler, die gespeeld wordt door Aaron Taylor Johnson, zomaar opeens weg is. En dan moet de stuntman hem vinden, zodat de film gered wordt en hij natuurlijk terugkomt bij de vrouw van wie hij houdt. You need to bring him back. Or Jodie's movie is dead. Dan moet de stuntman moet natuurlijk opeens de hero worden. I'm not the hero, I'm just the double. Not today, you're not. En de film houdt dan een soort cartoonisch idee achter, waardoor het helemaal niet serieus genomen kan worden, doordat het gewoon heel erg lijkt op een cartoon. En dan heb ik net tijdens de film wel op momenten gelachen, maar niet. Nou, dat was dan een soort snifje, zeg maar. Dat was niet van ha 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 ha. You can make it, you can make it! You can't make it. It's too dangerous! Got me stairs! En zoals in veel van dit soort films heb je de hoofdpersoon die praat met een CGI-hond. I'll buy you a drink when this is over. Wat mij betreft staat deze film gewoon in dezelfde rij als andere actiefilms waar gewoon weinig bijzonders aan is, zoals The Lost City uit 2022, maar ook The Beekeeper en Expendables 4, een beetje dat soort films. Dus de film was een beetje middelmatig, je mist niks als je hem niet kijkt, en je kan hem kijken, maar meer als je gewoon lekker zin hebt om een grote bak popcorn achterover te drukken. Hij geeft geen nieuwe invalshoeken. En aangezien er straks een top 10 komt van de laatste 10 films waarin ik naar de bios ben geweest, gaat de film waar ik het langst geleden naar geweest ben uit de top 10. Dat is in dit geval Aquaman and the Lost Kingdom uit de 21ste aflevering. En dan komt The Fall Guy in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat de film van vorige week, Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat Argo. I need her to write the next chapter. Op 8 staat ook de film van vorige week, Civil War. I'm guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Kung Fu Panda 4. I'm not gonna be the dragon warrior anymore. Op 6 staat de film van deze week, The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Slap the shit out of you. I really could. Op 5 staat The Beekeeper. We have to kill him before he kills his way to the top. Op 4 staat Godzilla X Kong, The New Empire. Kong, Godzilla, they can feel it too. Op 3 staat Madame Web. This is an emergency, get off the train. That man's trying to kill you. Op 2 staat The Holdovers.
I had you guys stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? En op 1 staat nog steeds June Part 2. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. En dan zou ik jullie graag als een soort extraatje nog willen vertellen over de 10 beste series die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien. En dat komt nu. Op 10 staat Family Guy seizoen 19. Peter, man, it's just a goof. Op 9 staat Tales of the Empire seizoen 1. Why do you seek imperial favor? Op 8 staat New Girl seizoen 3. Same time next week, right? Team Drugstore? We'll go again to the drugstore. Op 7 staat Tales of the Jedi seizoen 1. I want to bring peace and order to the galaxy. Op 6 staat X-Men 97, een Marvel animatieserie over de X-Men. Het is een vervolg op de originele X-Men animatieserie. En die is wel heel gaaf, dus ik vond het tof om dat te zien. Everything he fought for now belongs to me. Op 5 staat The Bad Batch seizoen 1. I want Clone Force 99 found and wiped out. Op 4 staat The Clone Wars seizoen 7. Every choice you have made has led you to this moment. Op 3 staat Arcane seizoen 1. Power doesn't come to those who are born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. Op 2 staat Legends of Tomorrow seizoen 1. Die heb ik toevallig vandaag afgekeken. En Legends of Tomorrow is een Arrowverse serie over tijdreizigers die voorkomen dat de hele wereld veroverd wordt. En het is echt een hele gave serie. Of all the people who ever lived, I chose you 8. I certainly hope that you won't let me and the world down. En op 1 staat The Flash seizoen 1. Een serie over Barry Allen, the fastest man alive. En die vecht tegen meta-humans, die vecht om de wereld te redden. En het is gewoon een super coole serie. En ik heb er echt heel erg van genoten. I've spent my whole life searching for the impossible. Never imagining that I would become the impossible. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgend seizoen hebben we het over Kingdom of the Planet of the Apes. Dus wees er zeker bij en dan zie ik jullie hopelijk dan. Tot ziens, tot later.